De een na de ander zegt af voor de AstraZeneca-prik. Wantrouwen bij 60-plussers tegen het vaccin is groot. Goedenavond. Fruittelers die krijgen deze week maar weinig slaap. Het vriest namelijk 's nachts en dan moeten ze eruit om de fruitbomen te beschermen. Het is wel zwaar, maar we hebben ze weer gered vannacht. En ze waren er verschrikkelijk aan toe, de dansers van Introdans. Optreden voor publiek. En vanavond is het zover. Het voelt heel fijn om hier weer te zijn. Het voelt wel echt als thuis, ja. Zestigplussers lijken niet erg warm meer te lopen voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Het stopzetten van de vaccinatie van mensen jonger dan 60 met dit vaccin heeft kennelijk zijn werking op mensen die nog wel in aanmerking komen voor de spuit. De Gelderse GGD'en zien in ieder geval fors minder aanmeldingen voor een eerste prik met AstraZeneca bij zorgpersoneel van 60 jaar en ouder. Bij de GGD Gelderland Midden is 1/3 van de bijna 150 zorgmedewerkers die uitgenodigd waren om alsnog een prik te halen, niet op komende dagen. De GGD Gelderland Zuid kan geen cijfers geven, maar wel de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Die zien dat ook daar weinig animo is onder de 60-plussers. Het klopt dat 60-plussers niet meer zo enthousiast zijn om zich te laten vaccineren met AstraZeneca. In die regio komt minder dan de helft van de opgeroepen 60-plussers een vaccinatieprik halen. De rest is niet gekomen. Dus ja, misschien toch de angst die mensen hebben in de samenleving. Angst waarschijnlijk dus voor het AstraZeneca-vaccin. Dat vaccin is de afgelopen weken veel in het nieuws vanwege een zeldzame, maar ernstige bijwerking bij een gering aantal mensen tussen de 18 en 60 jaar. De GGD in Noord- en Oost-Gelderland hoopt dat de 60-plussers die verstek lieten gaan zich alsnog melden. Wij staan gewoon achter het vaccineren voor 60-plussers met AstraZeneca. Dus ja, ik zou toch alle mensen willen vragen die binnen deze doelgroep vallen om zich gewoon te laten vaccineren. De 13-jarige Syrische vluchteling Jacob en zijn moeder Tina uit Nijmegen mogen toch in Nederland blijven. Dat zegt hun advocaat, die het op zijn beurt van de IND te horen heeft gekregen. Jacob en zijn moeder vluchten in 2015 uit Syrië, waar het oorlog was. In de rug van Jacob zit een scherf van een bom die op zijn school ontplofte. De twee dreigden uitgezet te worden naar Armenië, maar ouders en vriendjes van Jacob begonnen een actie om hem en zijn moeder in Nederland te houden. En met succes dus. Ja, fruittelers zijn deze week zo'n beetje elke nacht in touw om het fruit in de boomgaard te beschermen tegen de nachtvorst. Een fruitboom wordt beregend, zodat er zich een beschermend ijsjasje om de knoppen vormt. En de andere fruitboom wordt 's nachts warm gehouden door vuurkorven of ventilatoren. Van de Betuwe tot de Liemers, op tal van plekken beschermt de fruitteler de boomgaard tegen de vrieskou. Het is wel zwaar, maar we hebben ze weer gered vannacht. Nou vroeg het ook niet zo heel hard, zo'n beetje 1,5 graad. Dus we hebben alleen maar de kersen hoeven te stoken. En de appels en peren hoeven het niet te beregenen vandaag. Dus dat scheelt heel veel werk. Beregenen is een andere methode die wordt ingezet hier in Buurmalsen om te voorkomen dat nachtvorst de bloesem van de fruitbomen beschadigt. Een deel van de oogst kan door vrieskou verloren gaan. In Groessen zet de fruitteler zelfs materiaal uit de horeca in tussen de kersenbomen. De terrassen, het is van mijn zoon. Die komt me nou goed voor pas. Want ja, de terrassen die mogen toch nog niet open. Er wordt ook nog een grotere gasverwarmer in de boomgaard gezet. Er wordt met gas, wordt warme lucht rondgeblazen door het perceel. Hij draait helemaal rond. We hebben ook nog vuurtonnen. Als het dan echt heel hard vriest, hebben we nog iets achter de hand. En dat doe je allemaal voor de kersen? Ja, om de kersen te redden. Want bij ons mogen de klanten zelf plukken. En je kunt niet maken dat ze geen kersen hebben straks. En beregenen, dat doe je niet bij kersen? Waarom nee, niet? Dat gaat niet goed. Je krijgt heel veel soort ziektes in de bomen, zeg maar, in de bloesem. En je krijgt een slechte setting. Je krijgt weinig kersen. Je redt de bloemen, maar je krijgt geen kersen. Dan heb je nog niks. Door de drukke nachten is er weinig nachtrust voor de fruittelers. En de komende dagen blijft het vriezen. Maar na twee nachtjes zonder slaap begin ik toch een beetje moe te worden dan. En we moeten nog een paar nachtjes. Ja, na maanden mag het Arnhemse dansgezelschap Introdans vanavond weer optreden voor publiek. Het is een proef waarbij iets minder dan 250 mensen zich eerst laten testen op corona voordat ze in de zaal plaatsnemen. Gisteravond was de generale repetitie en het was voor de dansers een verademing om weer op de planken te staan. Dit is de jongenskleedkamer. Dit is mijn plekje waar al mijn zooi ligt. Dus mijn danskleren en mijn travelbox.
En wat eten. Het voelt heel fijn om hier weer te zijn. Het voelt wel echt als thuis, ja. We hebben zo lang gewerkt zonder uitzicht. En nu kunnen we eindelijk het podium op. En dat merk je dat iedereen er zin in heeft. Maandenlang zonder publiek. Jillis heeft het echt gemist. Maar de danser heeft niet stilgezeten. Zijn werkgever Introdans deed er alles aan om hem te blijven motiveren. Bijvoorbeeld pilateslessen of workoutlessen, fitnesslessen. Maar toch was het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Want je werkt zonder vooruitzicht of zonder einddoel. En dat is heel moeilijk. Dat het publiek de dansers ook heeft gemist, blijkt. De voorstelling van vanavond is uitverkocht. Dat is echt binnen 10 minuten. Lijnen stonden rood gloeiend. Mensen hadden er weer zin in. Mensen hebben het gemist. Vanwege de coronamaatregelen zit de zaal niet vol. Bezoekers tonen bij de ingang niet alleen een ticket, maar ook een negatieve test. Ik hoop ook dat er daardoor bewezen wordt dat het aantal besmettingen niet toeneemt als de theaters die goed voorbereid zijn zich aan de regels houden. En wij ons vak weer kunnen doen. We hebben al jarenlang eigenlijk niet echt ons vak kunnen oefenen. En we missen het enorm. Ik verwacht gewoon dat je dat oude gevoel weer krijgt. Op het podium staan en super zenuwachtig zijn vlak voordat je opgaat. En lekker zweten en hopen op een hard applaus. Ja, de dansbeelden die u zag, die waren dus van de generale repetitie gisteravond. En vanavond, dan is het voor het Echi en dan met publiek. De bekerfinale Vitesse-Ajax houdt Arnhemmers enorm bezig. Volwassen Arnhemmers, maar zeker ook jonge Arnhemmers. Vitesse! 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 Een 21-jarige man uit IJsselstein is veroordeeld tot 5 jaar cel voor betrokkenheid bij de intimidatie en bedreigingen rondom fruithandel De Groot in Hedel. Criminelen proberen al 1,5 jaar het bedrijf af te persen na de vondst en inbeslagname van cocaïne in een van de fruittransporten. Volgens de rechtbank is de man uit IJsselstein verantwoordelijk voor of medeplichtig aan het gooien van een granaat naar de deur van de woning van een van de directieleden van de fruithandel. En ook is er een condoleancekaart naar de woning gestuurd en met het nummer van het huis op de gevel gespoten. Dit zijn zeer ernstige feiten. Verricht tegen een achtergrond van zeer zware en ontwrichtende criminaliteit. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan de terreurcampagne in de richting van de familie De Groot. Ja, ziet u het al voor u? Geen biefstukje, maar meelwormen op uw bord? Nou, dat blijkt booming business. En daarom wordt de ermeloze meelwormkweker Protifarm overgenomen door een Frans bedrijf. Dat Franse bedrijf neemt de kweker over omdat ze kennelijk brood zien in het maken van voedsel van insecten voor mensen. Insecten worden gezien als een duurzaam alternatief voor vlees. Voor het kweken van meelwormen is namelijk veel minder diervoer nodig dan voor het houden van varkens, kippen of runderen. En er zijn nog 680 mannen in leven die in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied hebben meegevochten voor de bevrijding. Dat heeft de Stichting Wageningen 45 uitgezocht. Maar tijdens een defilé op Bevrijdingsdag, zoals op deze oude beelden, gaan we door de coronamaatregelen ook dit jaar de oudstrijders niet zien. En daarom gaan jongeren nu brieven schrijven aan alle nog levende veteranen die nu allemaal ver in de 90 zijn. De Stichting Wageningen 45 wil hiermee doorgaan, zolang er nog mensen leven die er in de oorlog bij zijn geweest. De democratie in Beuningen is een wassen neus. Dat zeggen tegenstanders van windmolens die gisteravond niet mochten inspreken bij een vergadering daarover. Verschillende politieke partijen vinden dat dat niet kan. Het CDA bijvoorbeeld bleef uit protest weg bij de vergadering. De democratie in Beuningen is helemaal onderuit gehaald. Ja, ik vind dat wel grote woorden, moet ik zeggen. Dat zijn stevige woorden, maar zo is het wel. Je kunt niet een democratisch proces veinzen en zeggen van oké, de hazen zijn al gelopen en die raadsvergadering waar het besluit moet vallen, dat doen we even voor de bühne. Berry van Koningsveld kon de vergadering gisteravond wel volgen, maar er was geen ruimte voor zijn inbreng. Ja, er waren heel veel burgers die graag hadden willen inspreken. En die kans is ze niet gegund. Maar voor tegenstanders zijn er genoeg kansen om zich te laten horen. Zoals door het indienen van bezwaren tegen de uiteindelijke plannen.
De raadsvergadering van gisteravond was bedoeld om te horen hoe het proces er ondertussen voor staat, zo zegt de voorzitter van gisteravond. Op dezelfde manier willen we ook graag mensen horen die er anders over denken, alleen die vallen in een procedure, in een ruimtelijke procedure. Dat is nu eenmaal zo, daar kan ik niks aan doen. Nee, maar verschilt u zich daarmee niet achter procedures, want erg democratisch komt het niet over voor de burger. Vindt u dat? Ja. Nou, dat weet ik niet. Als iedereen zijn plekje krijgt in het hele proces, dan vind ik dat heel prima is. Maar ook andere raadsleden hebben hun twijfels. De SP heeft het nagevoegd bij dit soort democratie. Ook de VVD heeft een vraag waarom insprekers voor de insprekerronde zijn geweigerd. De mensen die wel mochten inspreken waren allemaal positief over windenergie. Zo was een omwonende van Windpark Betuwe die vroeger ook tegen was. Maar al met al, je went eraan. Ja, dat voelt voor ons als een goed nieuwsshow waarin mensen met afwijkende meningen niet welkom zijn. Ja, en groene energie leidt niet alleen in Beuningen tot felle discussies. Ook in Lobith staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Daar is het een plan voor drijvende eilanden met zonnepanelen dat de gemoederen flink bezighoudt. De zonnepanelen moeten komen in de plaats van stichting Carvium Novum, waar nu nog zand gewonnen wordt, maar waar lang niet iedereen staat te juichen, want volgens verschillende buurtbewoners is de plek bestemd voor recreatie en natuur. De familie Stuit woont pal aan de plas en is niet blij met het plan, want er zou 10 jaar geleden een andere afspraak zijn gemaakt. Als je op de panelen kijkt, dan kijk je niet meer op het open water zoals wat ons beloofd was. Maar dat is het niet alleen. Schittering kan een probleem zijn. Het probleem kan zijn ecologisch. Wat gaat het doen met het water? In de plas, die 30 hectare groot is, moeten 4 draaibare eilanden komen met zonnepanelen. Van ongeveer 150 meter doorsnee en in totaal 7 hectare groot. De projectleider verwacht dat omwonenden geen last krijgen van de panelen. Bovendien is het volgens haar niet schadelijk voor de natuur. Het construct van die eilanden is heel open, waardoor de zonlicht op het water kan komen. Hè? En dat maakt dat het dus niet afgesloten is en dat het leven onder die panelen daar niet onder leidt. En het mooie is dat je dus een optimale productie hebt omdat die panelen meedraaien met de zon. Maar Emiel Stuit startte een petitie tegen het plan en hij blijkt niet de enige tegenstander te zijn. Vanmorgen waren het er 313. En dat zijn mensen hier uit de buurt. En als we zonnepanelen neerleggen, dan moeten we die neerleggen daar waar ze neergelegd moeten worden, vind ik. Dan moeten we ze neerleggen op gebouwen. Moeten ze neerleggen op terreinen die niet meer te gebruiken zijn. Langs autobahnen, langs spoorwegen. Of zoals hier tussen Bouwerig en Herwillig, een stuk grond waar vroeger vuilnisbelt gelegen heeft. Leg ze dan daarop, maar leg ze niet midden in de natuur. Toch zien de initiatiefnemers de drijvende zonneparken als de toekomst. Lastig is altijd dat de middenmoot van de mensen, of zelfs mensen die voor zijn, die hoor je niet. Hè? En die zijn er zeker ook. Ja. En we zijn een vol landje en heel veel mensen willen het liever niet op landbouwgrond. Dan is dit een heel goed alternatief. Maar er is nog een lange weg te gaan. Daar lopen al civiele procedures en wij gaan door. Ja, nog 5 nachtjes slapen en dan speelt Vitesse de bekerfinale tegen Ajax. Inwoners van Arnhem zijn al dagen met het duel bezig. Volwassen voetbalfans natuurlijk, maar ook kinderen. Op de Jozef Sarto school bijvoorbeeld, daar zit de Vitesse-sfeer er al goed in. Ja, wij zijn natuurlijk een school in Arnhem en wij dragen Vitesse natuurlijk een warm hart toe. Zeker naar de bekerfinale komende zondag. En de actie in Arnhem, heel de stad geel-zwart, daar doen wij graag aan mee. Vitesse! Ja, we gaan winnen. Net als 4 jaar geleden, we waren er toen ook bij. En dit jaar gaan we ook weer de cup naar Arnhem halen. De kinderen gaan tekeningen maken, posters maken, er is een hele actie voor. Het wordt zondag de finale, dus dan bereiden we ons allemaal voor. We hebben posters gemaakt. En bijna iedereen heeft geel-zwart aan op deze school. Maar zeker in deze tijd, een gevoel van saamhorigheid. En dat is wat je in de stad ook ziet gebeuren. Met zo'n geweldige actie. Je ziet dat we met elkaar dit delen. En dat zien we hier op school, voelen we dat ook echt. Ik hoop dat het wel Vitesse gaat winnen. Ja, maar ik heb ook wel respect voor die voor Ajax zijn. Ja, ik ben niet voor Vitesse, ik ben voor Ajax. Als Vitesse gaat winnen, maakt me niet uit. Ajax heeft het best geprobeerd. Vitesse ook. Dus gaat het de hele week zo door? Ja, dat gaat natuurlijk! Natuurlijk! Ja, denk het wel. Ik weet het wel zeker. Voor Vitesse! Zijn de kleuren geel en zwart! Oh!
Ja, krijgt u nog het weer? We hebben het al gehad over vorst in de Gelderse boomgaarden. Maar wat gaat het weer nog meer doen? Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar min 2 tot min 4 graden. En er waait een zwakke noordelijke wind. Morgen dan zijn er zonnige perioden. En in de loop van de dag kan er wel een bui vallen. Mogelijk met natte sneeuw of hagel. En de wind wordt noordelijk en is zwak of matig. 'S Middags dan ligt de temperatuur weer rond 9 graden. Ja, en dan de rest van de week dan blijft het zo goed als overal droog. De zon schijnt en er trekken wolken voorbij. En de temperatuur gaat langzaam iets omhoog. In de nachten kan het dus nog wel licht vriezen. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en onze app leest u een verhaal met daarbij een video van kleine eendjes die voor het eerst het water ingaan in de Jansbeek in Arnhem. Het filmpje is razend populair en gaat viral op internet. Ik wens u nog een fijne avond.